Ooit was Henny Huisman het boegbeeld van groot amusement op televisie, maar tegenwoordig is hij vooral druk met het besje van collega BNERS in de roddelbladen. Waar is die man nou toch mee bezig? Het is een hele lijst waar die man mee komt tegenwoordig, zegt Privesterjournalist Jan Jury het in zijn rubriek Wat vindt Januari. Jan begint zich flink te ergeren aan Henny. In één week tijd roept hij in de media, Winston Gerstanowicz is een kakker, Peter Gillies is een dikzak, Nick Simon moet weg uit Madame Tussauds, Frank Masmeijer mag niet vrijkomen, Francis van Broekhuizen komt te veel op televisie en Gordon moet niet zo zijn rijkdom etaleren. Hij vervolgt, dan denk ik, Henny, dat ben ik helemaal niet van jou gewend, want het is natuurlijk niet zo sympathiek om dat te roepen. Zo was hij dus niet. Ik weet niet waar hij mee bezig is. Stop er gewoon even mee. Hij heeft een mening en dat is helemaal niet erg, maar volgens mij solliciteert hij een beetje naar de baan van Johan Derksen, weet je wel. TV-kenner Kirsten Jan van Nieuwenhuizen is helemaal klaar met Henny. Ik word ontzettend moe van Henny Huisman en volgens mij heel veel mensen in Hilversum, zegt hij in zijn podcast Content Wars. Hij vervolgt, het is sowieso bekend dat hij al jarenlang heel graag terug wil op televisie. Nou, dat lukt niet heel erg, dus nu heeft hij een manier gevonden om toch elke keer in de publiciteit te zijn door in allerlei roddelbladen sneertjes uit te delen naar mensen. Kirsten Jan denkt dat media er goed aan doen om Henny niet meer aan het woord te laten. Ik ben echt zo klaar met die man dat ik denk, hou toch eens op om de hele tijd Henny Huisman te interviewen. Media moeten relevante mensen interviewen en niet types als Henny Huisman, vindt hij. Vraag gewoon mensen die er echt een beetje toe doen in plaats van iemand waarvan je iets hebt van, jongen, ga gewoon genieten van je paardenstal. Henny moet zich terugtrekken uit de media, vindt Kirsten Januari, laten we eerlijk zijn, op een gegeven moment moet je begrijpen dat het klaar is. Ga lekker paardrijden in plaats van de hele tijd dit soort dingen te roepen over iedereen. Het voegt niets toe. Ik ben Henny moe en ik ben volgens mij niet de enige. Henny, go home.